Het symposium Er ligt een schone taak is georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Henk Garretsen als voorzitter van Transo. Na 16 jaar leidinggeven aan Transo is dit een mooi moment voor een terugblik. Wat heb ik bereikt? Nou ja, Transo is uitgegroeid tot een best grote organisatie waarin we in 12 zogenaamde werkplaatsen samenwerken met heel veel partners uit de praktijk. En dat is gewoon hartstikke goed, dat we samen met de praktijk heel veel doen. In die nieuwe beweging van de wetenschap, academisering van de praktijk, vermaatschappelijking van de wetenschap, heeft Henk al jaren een cruciale rol gespeeld. Dat was merkbaar hier in Tilburg, maar ook op nationaal beleid, vandaar dat hij zo'n belangrijke rol ook voor Zon en Wee heeft vervuld. Wij zijn denk ik toch een beetje meer een nieuw soort valorisatie avant la lettre. Samen met de praktijk zijn we bezig met een dynamische innovatie. Ik denk dat de hele universiteit er eigenlijk naartoe moet groeien. We hebben 3 generaties universiteiten gehad. Eerste alleen gericht op onderwijs, tweede onderwijs en onderzoek, derde onderwijs en onderzoek en de meer traditionele valorisatie zoals we hem nu hebben. We moeten toegroeien naar een 4e generatie universiteit waarin we samen met de praktijk werken, professionals bij ons, wetenschappers ook in de praktijk. En ik denk dat wij een hartstikke goed voorbeeld van de werkwijze van zo'n 4e generatie universiteit zijn. Transo is een voorloper in de moderne wetenschap. Transo verbindt praktijk en onderzoek. Je kunt ook zeggen, Transo academiseert de praktijk, maar tegelijkertijd is Transo bezig met het vermaatschappelijken van de wetenschap. En die beide bewegingen hebben we in deze tijd heel erg hard nodig. Transo is een gerenommeerd instituut die onderzoek doet op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg. En gebruikt daarvoor een unieke werkwijze door samen met de praktijk en burgers en cliënten daaraan te werken. En dat is iets wat ik heel erg mooi vind, bij mij past en waar ik heel graag een bijdrage aan wil leveren. Zon en Wee maakt maatschappelijke onderzoeksprogramma's. Via de wetenschap willen we grote maatschappelijke problemen adresseren. En dan is het logisch dat de onderzoekers van Transo natuurlijk voor ons een hele belangrijke rol vervullen. De focus van Transo in de toekomst ligt op voortgaan met het onderzoek wat we nu doen op het gebied van volksgezondheid en gezondheidszorg. Onderwijs, we zullen een Transo Master gaan realiseren. En het bouwen aan een goede samenwerking van de universiteit met de samenleving. Ik hoop dat de zorg de komende jaren veel aandacht gaat besteden aan de grote gezondheidsverschillen die we hebben. Daarvoor hebben we ook samenwerking met de praktijk nodig, maar de wetenschap is daar ook onmisbaar. En verder zullen we heel veel mooie modellen moeten ontwikkelen voor betere zorg voor mensen die langdurig ziek zijn. Voor Transo zelf heb ik eigenlijk helemaal geen zorg. Het model is eigenlijk crisisproef gebleken door de jaren heen. Voor de zorg, het grootste probleem is toch vanzelfsprekend de betaalbaarheid. We komen er niet omheen dat mensen steeds meer zelf moeten gaan doen en dat we steeds afhankelijker zijn van mantelzorg. En dat moet gewoon veel beter geregeld en gefaciliteerd gaan worden.